Lastig, hè? Nou, ik ga even mijn kostbare tijd en ik ben natuurlijk wel aan het gebruiken. Dus we zijn hier niet aan het. Nu mogen jullie weer even aandacht hebben, dat was de doelstelling van deze actie, dat begrijpen jullie. Ja, en we roepen eventjes af. Meteen de reden waarom ik hier sta. Mijn naam is Tim Feijer, ik mag op 6 mensen met verzorging bij de bouw- en visio-bouwtop. En dat is best wel een uitdaging, kan ik jullie zeggen. De bouw is ook wel een vrij conservatieve markt, toch wel bang, is voor verandering. Ja, en dat zie ik wel als een trigger om het op te pakken. Gevonden inmiddels, geloof ik niet, hè? Deze hier. Hij is gevonden, nou. In ieder geval niet binnen de 10 seconden, maar wel binnen de 5 minuten. Faalkosten. Iedereen zegt het wel iets, hè? In de branche, de bouwers zijn de faalkosten hoog, heel hoog. Dus het is voor mij een uitdaging als verzorger van procesmanager om te gaan kijken hoe kunnen we dat gaan optimaliseren. Even twee feiten. Wat zijn nu de grootste redenen van die faalkosten? Waarom worden die faalkosten met name veroorzaakt? Nou, enerzijds door gebrekkige gegevensuitwisseling, aan de andere kant onvoldoende aandacht, onvoldoende aandacht voor uitvoerbaarheid tijdens het ontwerp. Dat is 41% van die faalkosten. Waar ik het eerst heel eventjes over wil hebben, is het tweede punt. Nee, het eerste punt, sorry. Bouwinformatiemodel, daar ga ik heel even kort over hebben. Binnen staat voor bouwinformatiemodel. Bouwinformatiemodel is eigenlijk een 3D-virtuele omgeving waar alle partijen, architect, aannemer, constructeur, installateur in werken en hun informatie aan toevoegen. Dat is het bouwinformatiemodel. Dat is ook de basis van mijn idee, want nu kom ik even naar de kern, wat ik niet begrijp. We kunnen allemaal heel goed 3D modelleren, dat doen we ook, geloof me. Maar vervolgens gaan we naar die bouwplaats, iedereen heeft wel eens een bouwplaats gezien, en gaan we dat weer vertalen naar grote, platte, onhandige tekeningen. Dat snap ik niet. We hebben de kennis, we hebben de kunde, alle kennis zit ook in dat 3D-model, maar dat wordt vervolgens wel vertaald naar platte tekeningen. Nou, dan komt de kern van mijn idee, wat wil ik gaan implementeren, daar heb ik jullie voor nodig. Ik wil gaan kijken hoe kunnen we de vertaalslag, ja, vertaalslag is eigenlijk niet goed horen, maar gewoon de koppeling maken tussen het ontwerp en tussen de uitvoering. Hoe kunnen we dat dan realiseren? Ik denk persoonlijk dat het niet moeilijk is. Dan moet wat software geschreven worden met de middelen. Die zijn, iedereen heeft een iPhone, iedereen heeft een iPad. En op het moment dat je het niet hebt, hebben we altijd nog een centraal punt op de bouwplaats waar je informatie kan vandaan kan halen. Het woord beheer bij die cloud. Dus je hebt een BIM-manager, dat is een heel belangrijke persoon, hè, die beheert dat 3D-model en die zorgt dat het up-to-date blijft. Dus je hebt niet maar 20 tekeningen, een hele grote stapel tekeningen, maar je hebt één model en dan een tabmodel wordt wat ontwikkeld. Nou, wat gaan we ze opleveren? Sowieso die stapel tekeningen hebben we niet meer nodig, dat is een stukje milieuvriendelijkheid. We zijn het proces optimaliseren, we halen wat schakels weg, we hebben één duidelijke communicatie. Voorkomen van frustraties op de bouwplaats, tekeningen die te laat komen, wijzigingsnummers die niet kloppen, noem maar op. Allemaal kleine stukjes die die faalkosten veroorzaken. En uiteindelijk moet dat leiden tot minder faalkosten. Ja, dat is natuurlijk een gigantische uitdaging, dat kan ik niet alleen, dus daar hebben we ook mensen van nodig, waaronder Mark van Mark Global. En daar hebben jullie ook voor nodig. Dus we hebben ook de juiste mensen op de bus nodig. Om daarmee af te sluiten en te kijken van wat het zojuist is, what's in it for all of us. Wat hebben we nodig? We hebben mensen nodig die kunnen meedenken over het ontwikkelen van software. Wat hebben we meer nodig? Bouwgerelateerde mensen uiteraard. Hè? Maar niet alleen maar bouwgerelateerde mensen, dat wil ik wel even benadrukken. We hebben ook mensen nodig die met een frisse kijk, met een andere kijk naar dit idee kijken. Hè? Dus die kunnen meedenken in niet alleen maar bouwkundige oplossingen. Maar daarbij behoort een netwerk. Wat kunnen we leveren? Een nieuw netwerk, we nieuwe mensen kennen die waarschijnlijk allemaal met dezelfde gedachte aan tafel zitten. We gaan een aantal businessproposities opstellen onder leiding van onze expert Mark. En vervolgens moeten we leiden tot een 3, 4, vrij ambitieus, maar in ieder geval een 2, 3 mooie businessproposities die we verder door kunnen werken. Dat is even in de notendop, waar ik normaal anderhalf uur over doe, nu 5 minuten hoop ik. En namens Mark en namens mijzelf nodigen we jullie uiteraard uit aan tafel. Dank u wel.